wat we nu beleven is gewoon een voortzetting van wat ik in feite al heel mijn leven beleef. Dat is dat ik redelijk vrij probeer te blijven van externe invloeden en ook tegelijkertijd een bepaalde sociale functie probeer te vervullen. En dan is dat hier beland op een bepaald punt, dat toen dat mijn eerste dochtertje geboren was, dat ik besefte dat ik in de stad niet voort kon. Want dat het niet de goede setting was om mijn kind in groot te brengen. En dan zijn we naar hier gekomen. En hier is dat dan ook zijn eigen weg gegaan. Hier heb ik dan ook ontdekt dat ik in feite een band had met de aarde. Iets waar ik vroeger helemaal niet van op de hoogte was. Die natuur en die medemenselijkheid en die toch wel heel hoge normen van vrijheid, spontaniteit, echtheid, is blijven voortgaan. Dan in de jaren 2007, de groep hier die hiermee dat ding opgestart heeft, heeft dan op een bepaald moment gezegd, en nu willen we permacultuur. En ik denk dat voorbij bio we nu in een periode zitten waar dat permacultuur en vooral dan ecovillages en gezamenlijke tuinen, dat de oplossingen zijn. Ja, die motivatie van zelf wat groente komen telen is niet helemaal bewaarheid geworden, want de mensen uit de stad hebben blijkbaar niet de discipline om regelmatig naar hier te komen. Maar is dan op een andere manier opgelost, doordat mensen uit WOEF, dus vrijwilligers, buitenlandse vrijwilligers, en masse erop af zijn gekomen. Privacy is een van de grootste vergiften die er zijn. Op zijn Vlaams uit het gordijntje. Ja. Gewoon liggen. Moeder met je spiepen achter de gordijn, omdat de zwarte mannetjes al gewassen zijn. Zullen we daar ooit nog terugkomen? Ja, dat zal wel moeten terugkomen, vanwege dat de middenklasse eruit gesneden wordt. En dat we allemaal arm moeten worden. Dan zullen we allemaal op mekaars kop gaan wonen. En dan zullen we vanzelf het idee van privacy gewoon moeten achterlaten. Nou, je gaat tweeten. Maar op zich is dit wel een soort van generale repetitie. Dus samenloop van omstandigheden. Maar de manier waarop we nu leven, allemaal apart, allemaal in ons hopje. En ik met mijn gedachten en jij met uw gedachten. We spreken met elkaar niet. En ja, dan, op die manier kunnen we het dan niet houden. Dus als je even wacht en de mensen de kans geeft om te zoeken naar vrijgevigheid, dan vinden ze dat meestal wel binnen zichzelf. De meeste mensen zijn goed. Je moet ze alleen de kans geven. King of the grill. Frank zag dat het goed was. Ja. Het einde van een dag.
Hier hoor ik al iets. Hè. Daar hoor ik nog wel iets. Misschien wat ik kus aan het houden. Ja. Volgende episode. Ah, hier worden nog gaatjes gemaakt. Emiliano. Nice. But the problem is, do we still have plants? Because I think that I have exhausted the cabbage. Mm-hmm. So we plant the salad that you brought in. Did you plant all the salad? Yeah, all the salad. And is there more? No. No. Yeah, I'm a bit disappointed that we don't have enough salad, I'm afraid. So don't make holes because we don't have plants, huh? Okay. I'm gonna have a look what else we can plant. I finished this line. Yeah. Oh, yeah. Salads we can still take up. Yeah. That we can take up. Okay. I hear people there, so we're gonna look for people there. Zo moet er niet voor blijven zoeken, nee. Oeh, ik heb mijn woord gezegd en als ze het niet doet, dan kan ik het niet meer helpen. Ja, ik heb dat al 3 keer gezegd. Nu nog iets anders. Ja. Dat hooiland. Ah ja. Ja. We gaan er even voor zitten, want ik wil er niet zien staan. Zo, kom. Heb ik alles bij? Heb ik alles mee? Oké. Okay. Ja. Zit nog even neer. Nee, we zijn er zo dat we in feite dat idee met dat hooiland gewoon zo laten, omdat het te dubbelzinnig is. Dus ik wist niet dat het een stuk van het grootste stuk van Natuurpunt was. Ah, ja. En met die ja. mensen wil ik echt liever geen handel drijven. Nee, dat begrijp ik. En is er nog iets, je moet gewoon eigenlijk niks aantrekken van beloftes die je gedaan hebt. Heb je die belofte gedaan, je hebt ze vervuld zover dat je kunt. En dan komen er andere krachten die je dan andere dingen laten vervullen dan niet misschien die belofte, maar weer iets anders. Mm. Als je die energie die je nu in feite verloren stikt in te willen dat je been marcheert, als je die in creativiteit, verwelkoming, in verzorging van de woefers stikt en daar een schone sfeer mee maakt, dan komen er misschien 10 woefers en dan is zij ook gesteld. Hè? En dan ja, moet je... maar... Woefers kosten toch geen geld? Nee, maar hij wel. Dat kan ik niet betalen. Daar wil ik niet over horen, want dat vind ik zo... Allee, Animal Farm, is dat gelezen? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. En dus, boksers die heel zijn leven voor het Tink heeft gewerkt en die dan op een bepaald moment zijn poot breekt en die dan het slachthuis wordt afgevoerd voor paardenvlees, dat vind ik ook niet mooi. Dat is niet mooi. Nee. Vorig jaar had ik niks, hè. Geen ziekenkast, geen bankrekening, geen niks meer. Ja. En nu heb ik terug, ik ben terug in regel met de ziekenkast. Ja. Binnen 3 maanden moet je er niks meer aan betalen. Dat weet ook, hè. En jij kunt een meerwaarde zijn, ook zonder dat jij rondpikkelt. Peut-être qu'ils pensaient la semaine prochaine. Ils ont dit 26 avril. Ça. Wanneer je een beeld van jezelf probeert op te houden, wanneer je een rol speelt in plaats van eerlijk te zijn over wat met je gebeurt, is de kans groot dat je iets van hen wilt. Je wilt dat ze jou op een bepaalde manier zien. Je probeert het beeld dat ze van je hebben te manipuleren. En wat anders zou hiervoor de reden kunnen zijn dan angst? Het is gewoon een voor de beeldcultuur even op het spotje te zetten. Looking up, you can see neurons projecting to the surface of the brain. This is the work of Carl Dicerroth and his team at Stanford University.
So how do you make a brain transparent? This is a mouse brain before and after. The brain is now transparent to light, but it's also permeable to molecules, which means scientists can add molecular markers to highlight specific features. Zo far out hebben we dat allemaal kunnen, hè? En wij die dan zo ver zijn, moeten dan ons nog bezighouden met oorlog voeren. Of met racisme, of met vrouwen verkrachten. Terwijl we zo dit niveau van technische competentie hebben bereikt. Als we nederig waren en we konden ons daarop zetten om dat te bestuderen, dat te begrijpen, een heel andere wereld kunnen we maken. En dat is ook bezig. Kijk rond u. Eco-villages, transitiebewegingen. Ik kijk daarmee prachtige ogen en zeg, oh ja, goed, ik zal het misschien niet meemaken, maar jullie die dan gedragen worden door die golf van al die nieuwe mensen die zeggen van, dankjewel, we doen niet meer mee. Ja, jullie gaan dat anders maken. Thank you.